Wil je nog meer Wie is de Mol? Doe dan tijdens de uitzending zelf mee op live.avro.nl. En misschien ga jij volgend seizoen mee op reis. Do you know where this is? It's a church. A church? Yes. Just this road. Thank you. En als ik nog één envelop openmaak, kost het 100 euro uit de pot. Maar hier kan ik helemaal niks mee. Je moet hier gaan en draaien, dan ga je zo straight en aan die kant daar. Kom maar. Ik moet naar de kerk. Ja, dan moet ik bij mij naartoe. Kerk? Nelson Mandela. African name is Ronnie Sasha. Zo, het is begonnen. Jullie avontuur in Zuid-Afrika. Zie. Nee. Ja, jij hebt gezegd dat je hoogtevrees had in die bus. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je echt gezegd. Vier vrijstellingen. Ja, hallo, vrijstellingen, geld in de pot, ja. Dus de vrijstellingen blijven in het spel en de 4000 euro blijft bij mij. Zo. Doei. Doei. Na amper 2 dagen in Zuid-Afrika moest Ewout als eerste het spel verlaten. Sommige kandidaten zagen in hem de mol en moeten dus van vooraf aan beginnen. De gezelligheid van de eerste dagen heeft plaatsgemaakt voor meer achterdocht. Het besef is doorgedrongen dat vertrouwen in dit spel een loos begrip is. En ook al komt de goede sfeer langzaam terug, een gewaarschuwd kandidaat telt voor 2. Tussen wat realiteit is en wat het spel is, die begint te vervagen. En dat is echt een bizar proces om in te zitten. Het gaat eigenlijk alle kanten op gewoon. Kijk, gisteren zei bijvoorbeeld Kees, die zei tegen mij, ik weet dat Ewout maar op 1 iemand had gegokt op Daniel. Dus wat hij nu tegen mij zegt, is Daniel kan nooit de mol zijn. Maar het kan ook zijn dat Kees gewoon denkt van, weet je wat, ik zeg dat, want ik verdenk Daniel en ik wil niet dat Joep me ook gaat verdenken. Dus ik geef hem deze informatie, waardoor Joep niet meer op Daniel gaat zitten. Vandaag worden echt de verbondjes worden gesloten. Je kan met iemand even een gesprekje hebben voor 1 minuut of 5 en proberen informatie uit te wisselen of los te krijgen van de ander. Na verloop van tijd wordt het super belangrijk natuurlijk, wat je vertelt. Je bent nu is nog een beetje vaag al. Dus je kweekt een soort vertrouwen wat er misschien helemaal niet is. En dat weet je nooit. En dat is fucking weird. We kwamen aan bij een oude elektriciteitsfabriek. Heel erg een beetje Oost-Duitsland, verlaten. Overal lag gebroken glas. Het was echt een beetje een lugubere sfeer. Het was echt een waanzinnige ruimte. En ik dacht, er komt geen einde aan van al die pilaren. En dat ging maar door en door en door. Er mag graffiti op de wanden. En je vraagt je echt af, wat was er hier? Dit is misschien wel de simpelste opdracht die jullie krijgen. Daar is een laserstraal. En die moeten jullie zo'n 110 meter verderop op een kluis richten. Want als dat lukt, gaat de kluis open en dan verdienen jullie geld voor de pot. Jullie hebben 1 uur.
Er zijn wel onderweg een paar hindernissen die de straal blokkeren. Die moeten jullie wegnemen zonder zelf door een laserstraal geraakt te worden. Want dan ben je af. Joep, kom je even met me mee? Vervolgens werd ik apart genomen, want ik ben tenslotte de penningmeester. Jij gaat bepalen hoeveel geld jullie gaan inzetten bij deze opdracht. Oké. Okay. 100 euro minimum, 3000 euro maximum. Als jullie de kluis niet open krijgen, ja, dan gaat het geld dat jij inzet uit de pot. Oké. Okay. Dus zeg het maar, hoeveel wil je inzetten? De bedoeling van de opdracht was, we hadden één moeder laserstraal. Een grote, dikke, groene laserstraal die dwars door dat hele fabriekshal scheen. Echt op een soort Mission Impossible-achtige manier moesten wij door die bunkers heen eigenlijk. Dus door de bunker en dan kon je een luikje openen, ging daar die laser doorheen. En dan een bunker, dan kon je een luikje openen. En dan, als die laserstraal de kluis zou raken, dan zou die open zijn en dan zouden we geld winnen. Wie gaat met wie? Ik stel voor onze grootste oppervlakte. Verkenners. Je moest met tweetallen moest je gaan. En je kreeg ook een zaklamp mee. En we hadden twee portofoons. Caroline. Nou, de portofoons die snapte ik. Die zaklamp daar stond eerlijk gezegd niet. Want die had je eigenlijk helemaal niet nodig daar. Zet hem op, jongens. Ja, oké. Okay. Ik was samen met Tania. En ondanks dat ik meteen dacht van, nou, ik weet niet of ik hier ontzettend goed in ben, voelde ik wel van, hoe tof is dit? Oké, ik heb een ontdekking gedaan. Vier spiegels hebben wij hier aan de zijkant liggen. Spiegels waarmee we de lasers kunnen blokken over. Oké. We konden op een monitor zien wat de patronen waren van de laserstralen die bewogen. De ene keer gingen ze zo druk erheen, de andere keer stonden ze eventjes stil. Dus als je op een gegeven moment weet van, nou, nadat het gewiebel van de straaltjes is, dan staan ze even stil en dan moet je erheen. Oké, nu ga ik zo direct uit die stilstaan. En dan 8 seconden gaat die stilstaan. Oké, en dan moet je erheen. Ja, kijk, ik moet even wachten, want de ding moet nog gewoon gaan draaien. Oké, go. Nou, het is niet deze. Dus wanneer je dan de rondje gaat doen en dan stil gaat staan. 8 seconden. Ik dacht direct van, wauw, Mission Impossible, dacht ik. Ja. En ik begon zo. Tania gaat als eerst over. Maar het is toch wel een pittige opdracht. Lasers ze dan bewogen met alle spiegels en zo. Dan moest je doorheen zonder geraakt te worden. Hit. Jammer. Oké, tactiek als volgt. In de 8 seconden dat het stilstaat, zijn er 3 punten. 2 op de muur en 1 op de spiegel. Die ga ik proberen te blokken met mijn handspiegel. Over. 1, 2, 3, 4, let's go. Ik was echt even een beetje flabbergasted. Op het moment dat die 8 seconden stilstaat, zie je 4 puntjes van de 4 lasers. Zie je zo 1 of 2 op de spiegel, 1 daar, 1 daar. Dus dan, hoe ik het geprobeerd heb, is hup ervoor. Dus gewoon in deze hand, hup ervoor staan, hup ervoor staan. Ja, nu. Blok, blok. Ik was samen met Paulien. Ja, daar ben ik. Nou, Paulien die ging die gang in en werd gelijk geraakt door een laserstraal. Dus toen was ik alleen over. Ik ben door de eerste gracht ben ik heen. Kees, bij de volgende opdracht zijn de lasers precies hetzelfde als bij de eerste. Dus je moet weer dat moment pakken. Oh, wacht even. Die laserstralen die komen behoorlijk uit de bunker. Ik zal eens even kijken hoe ik dit moet gaan oplossen. Hebben jullie enigszins zicht op hoe dat daar kan? Dit is zijn lichtstraal. Daar. Dit moment. Ja. Moment. Oké, dan wacht ik hem nog even. Ja. En dan doe ik hem dadelijk. Nu gaat hij dus nog niet, misschien nee. Volgende. Wanneer ben je van plan te gaan? Over. Ik ga nu. Na de eerstvolgende keer. Over. Ik sta klaar om te gaan, maar hij beweegt nu nog. Nog steeds. Blijf staan. Ik ga nu naar het luikje toe, over. Zo? Ja.
Dan ook. Zie je. Yeah. Het is altijd over. Dus ik opende het luikje, die straal kwam er doorheen en nu moest ik door. Hij moet nu weer terug, hij moet weer door dezelfde toon. Dus ik dacht, nou, daar kom ik nu makkelijk weer doorheen. Dus ik was weer bezig met die spiegeltjes en in mijn hooghoek. Kut! Af dat ik was, maar ik dacht, oké, ik heb een luikje geopend, ik heb het goed gedaan. De eerste. Daar moeten jullie doorheen. De tweede hoeven jullie niet meer doorheen, want dat luikje heb ik geopend. Dus jullie gaan gelijk naar de derde. Kom, ik heb de porto. Horen jullie mij? Ik ging dus als derde, samen met Janine. Kom, waarna komt hij nou? Na het ronddraaien. Oh, dus hierna komt hij. Ja, oké. Nou, het ging echt heel goed. Ik ben echt een soort slangenmens eigenlijk. Ik kan me in allerlei bochten wringen en dan een soort ninja met spiegeltjes. Ja, ga goed. Ja. Dat ik toch wel mijn benen laat laseren, weet je wel. Ik heb wel iets met lasers, maar nee. Nee, het ging niet goed. Er is nog 35 minuten. Heel goed, Daniel. Echt vet. Dit was echt cool. Echt. Ik ben nu bij de blauwe. Over. Oké, ik heb geen idee hoe ik hier doorheen moet komen. Over. Zweet brak me uit aan alle kanten. De echte adrenaline gierde door mijn lijf. Twee hier, één daar. Ik vond dit een van de coolste opdrachten tot nog toe. Die blauwe zijn op een gegeven moment, hij staat het langste stil als er twee stralen, zeg maar, kruisen. Waarschijnlijk moet je op de een of andere manier één straal zo blokken. Dus van deze kant en die andere van die kant. Oké, ik doe de eerste twee. Ja. Jij gaat achterlangs pakken, twee. En dan moet het... Ik doe denk ik voorlangs. Ja. En toen moesten Tim en ik moesten gaan. Oké, kom, achter me door. Ja. Heb je ruimte vrij? Ja. Sneller. Achter me langs. En dat duurde toch net een lang. 8 seconden lijkt lang, maar het was toch veel korter dan je denkt. Ja, Joep af. Ja, voor de zaak. Toen ik een jaartje of 10 was, keek ze altijd Tour of Duty op de E-team. En dacht je, damn, daar wil je toch gewoon in zitten. En je hebt echt het gevoel van, oké, ik zit nu in iets wat ik vroeger op televisie zag. Ik sta nu waar Daniel ook was. Tim, volgens mij moet je dit met een spiegel aan allebei de kanten van je lichaam doen. Ja, hij heeft alle tijd. Hij gaat. Kotten. Kijk hoe gaat. Tom Cruise is niks bij je. Tim deed het echt supergoed met die spiegeltjes. Hij maakte een of andere draai. Of nou, ik heb geen idee wat hij deed, maar hij deed het heel goed. Toen dat lukte en ik kon het luik openmaken om die laser langer te maken, voelde ik me wel echt supergoed. Toen dacht ik, nou, terugkomen is ook niet zo moeilijk. Welke moet hij nu door? Hij moet hier nog terug. Hij moet terug door dezelfde. Oh, wat een held. Hij is wel een hero. Ja, wat een held. Fuck! Dat is eigenlijk frustrerend. Weet je wel, want je bent toch al heen gegaan. En weet je wel, dat vond ik wel echt super jammer. Oké, Tim, top. Ja. Maar niet ver genoeg, toch? Hij is open, de straal is door. Voel je niet op je af, maar alles hangt van jou af. Succes. En toen hadden we alleen nog Caroline. Die moest dan ook nog in haar eentje. Omdat ik alle informatie al had van de mensen die voor mij waren geweest, werd mij heel duidelijk verteld, dit is de tactiek. Je doet eerst je rechterhand, dan je linkerhand. Caroline, hoor je mij? Over. En in één keer kon
konden we Caroline niet meer verstaan. Hallo, kan iemand antwoorden? Over. Channel 2 moet hij staan. Channel 2? Oké, hij staat nu op 3. Ja, moet ik op 2 staan. Caroline? Caroline was oorspronkelijk te verstaan op channel 2. En toen Tim die porto in zijn handen had, toen stond het in één keer op kanaal 3. En we verstonden Caroline niet meer. En toen dacht ik, dat vind ik ook een molle streek. Hallo, horen jullie mij over? Hartstikke goed, rustig aan, op naar de volgende lezer. En toen kwam dus de lezer waar nog niemand bij was geweest. Eerst even kijken, pak de tijd, rustig aan. Jij ja, ben ik over. Hoeveel tijd heb ik nog in totaal over? 14 minuten. 14 minuten. Ik denk dat ik het op mijn knieën moet doen, over. Jij bent daar, jij ziet het beste. Dus als je denkt dat je dat moet doen, dan moet je dat doen. Over. Oké, over. Vet. Over. Nou ja, echt. Als een watje. Met zulke trillende handen heb ik gekeken hoe ik dit nou het beste kon doen. Ik dacht ook, ja, ik heb maar één kans. Oké, de volgende ga ik over. Hey, jongens, concentratie. Zij is als een soort Angelina Jolie gewoon door die lasertunnel gewoon geklauterd. En ze heeft gewoon geld voor ons verdiend. Dus, way to go. Zo, €1000 verdiend. Ik zei toch dat het een simpele opdracht was? Het had wel wat meer kunnen zijn, hè, Joep? Ja, het had ook wat minder kunnen zijn. Ja. Wat mij betreft had dat wel wat hoger gemogen. Dat was heel grappig, want je zag volgens mij, onze reactie was ook, en hoeveel is het? 1000? En zo, ah. Ik vind het een veilige keuze. En Joep kennende is dat wel iets wat hij zou doen. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat het een molle actie is. Eén vraag. Onderweg de jokers niet gezien? Dat is jammer. Oh, kansloos zijn wij. Lagen dus gewoon jokers. Ja, we hebben niet gezien. Nee, maar je wou dat je ze gezien had. Ja, ik zou willen van wel, maar ja. Ja, natuurlijk niet. Op dit moment ben ik de mother of jokers. Dit zijn mijn kinderen en ik bewaar ze en ik bewaak ze met alles wat ik kan. Ja, het is echt het is zenuwslopend. Ja. Zenuwslopend, niet geloven. Had jij zo nog even voor mij? Ja, even voor mij. Jou. Misschien als ik jouw kamer ben. Tania stond gisteren bij de bus vlak voor de executie. En ze vertelde mij dat ze heel veel vragen op één persoon had gericht. En toen heb jij mij ook beloofd dat als je door zou gaan, ja, dat je dat mij zou vertellen. Ja, oké. Ik ben nu gewoon bezig te denken van oké, ik heb meer informatie nodig. En ik wil die persoon die het dichtst bij mijn mol zit, dan ook dat die dicht bij mij zit. En die persoon is Kees. Gisteren heb ik me vooral geconcentreerd op Caroline. Ja. Op Janine. Mm-hmm. Ik heb ook wat vragen op Ewout beantwoord. Ja, ik denk dat je gewoon geluk hebt gehad dan. Snap je? Want ik en was jij ook zit door. Goed. Ik denk het. Want geen van die drie personen die jij noemde zat ik op. Ik heb totaal iemand anders. Het is natuurlijk vreselijk riskant om vooral in de eerste aflevering al je vragen op één kandidaat te stellen. Ja, ik ga het voor me. Dat geef ik nu al aan, toch? Ik zit op Tim. Tim? Ja. Ja. Ik zit totaal niet op Tim. Nou, als Tania nou echt alles op Tim heeft gezet, ja, en zeker weten, dat doe ik natuurlijk niet, maar even ervan uitgaande dat ze dat wel heeft gedaan, dan kan ze zomaar goed zitten. En hoe leuk is dat dan voor mij dat ze die informatie met mij deelt? Ja,
ik vind het wel interessant hoe dan zo'n dynamiek in zo'n groep dan wordt. Want ik heb ook zo'n maatjes vriendschappelijke band met Sarayda. Ja. Maar ik zit ook nog op Caroline. Ik ook. Ik zit ook nog op Caroline. Ja, zij. Dus... En Janine kwad ik ook nog niet weg, hoor. Nee? Nee. Ik denk dat ik best een goed verbond ben aangegaan, want Kees schrijft alles op wat er gebeurt. En Tania is een soort waakhond. Die heeft zulke ogen, die sperren zich open. Daarmee kijkt ze in de groep. En ze ziet en hoort alles. We kwamen aan in de Market Theater en dat was een heel schattig theater. Dat was er enorm veel sfeer. Het theater was een soort markt dat dan omgebouwd was in een theater. En het was heel erg leuk, heel knus. Iedereen was eigenlijk heel ontspannen. We moesten die zaal in, we zaten daar, acht komt op. En dan weet je, dan moet je opletten. Ik had gedacht dat ik je kon vergeten. En in de zachte nacht alleen kon slapen. Maar in mijn onschuld heb ik niet geweten dat ik bij elke windvlaag zou ontwaken. Dat ik de lichte trilling van je hand weer in mijn sluimerende hals zou voelen. Ik had gedacht dat het vuur dat in me brandde als de witte sterrenbaan zou zijn afgekoeld. Nu weet ik dat onze levens zijn als een lied waarin de smarttoon van onze scheiding klinkt. En waarin alle vreugde terugvloeit in verdriet. En uiteindelijk in onze eenzaamheid verzinkt. Dit gedicht, Ik had gedacht, is geschreven door Ingrid Jonker, de beroemdste dichteres van Zuid-Afrika. Overleden in 1965. Ze schreef het oorspronkelijk in het Afrikaans. En daarom wordt het zo dadelijk in die taal voorgedragen. Jullie moeten het gedicht zo foutloos mogelijk meeschrijven. Hoe minder fouten, hoe meer geld voor de pot. 2000 euro maximaal. Dat is niet mijn ding. Succes. Ik kan al heel moeilijk notities maken als er een lang verhaal komt. Ik probeer het altijd woord voor woord op te schrijven, maar ik schrijf daar gewoon niet snel genoeg voor. Ik het gedink dat ik jou kon vergeet. Ik het gedink dat ik jou kon vergeet. En in die sagte nacht alleen kon slaap. En in die sagte nacht alleen kon slaap. Maar in my een fout het ek nie geweet. Maar in my een fout het ek nie geweet dat ek met elke windvlag sou ontwaak. Dat ek met elke windvlaag sou ontwaak. Dat ek die ligte trilling van jou hand. Dat ek die ligte trilling van jou hand. Weer oor my slymerende hals sou vol. Weer oor my slymerende hals so vol. Ek het gedink dat die vuur wat in my brand. Ek het gedink dat die vuur
wat in my brand. Het soos die wit boog van die sterre afgekoel. Het soos die wit boog van die sterre afgekoel. Je zat echt mee te schrijven als een gek zo, weet je wel. Het ging best wel snel. Maar je moet het echt ja, fonetisch opschrijven, dus hoe je het hoort. Volgens mij is Afrikaans een taal, het lijkt heel erg op het Nederlands. Maar het is ook een beetje, als je het ziet, dan denk je, het is dyslectisch Nederlands. Nou weet ik, is ons levens soos een lied. Nou weet ik, is ons levens soos een lied. Waarin die smart toon van ons scheiding klink. Waarin die smart toon van ons scheiding klink. En alle vreugde terugvloei in verdriet. En alle vreugde terugvloei in verdriet. En eindelijk, in ons eenzaamheid, versink. En eindelijk, in ons eenzaamheid, versink. Ja, dat was best wel pittig, want sommige woorden hebben een beetje een soort van Zweedse tongval. Ja, had dat verschrikkelijk, dokter? Dus het lijkt net alsof er sommige woorden niet af zijn, maar het zijn wel hele woorden in Zuid-Afrika. En je moest echt opletten daar. Zo. Ik zoek 3 mensen die van jullie 9 gedichten 1 gedicht kunnen maken met zo min mogelijk fouten. Oké, in elk geval Paulien. Natuurlijk. Ja. In elk geval Paulien. Ik doe het graag. Ja. We gingen volledig vanzelfsprekend voor de allerbeste persoon die we zouden kunnen kiezen. En dat is natuurlijk Paulien. Ik wil graag Joep mee hebben. Ja. Joep? Dat snapte ik niet helemaal, maar op zich goede keuze. En ik wil Caroline ook mee hebben. En Caroline, dat begreep ik ook, die is ook super slim. Dus ja, die 3 die uiteindelijk het gedicht helemaal zo correct mogelijk moesten opschrijven, die waren volgens mij daar wel heel capabel in. Oké, dan hebben we de zin, maar in mij één fout had ik niet geweten. Maar in mijn één fout heb ik niet. In mijn één fout. Oh, één fout. Oké, ja. Ik dacht al. Het lijkt een beetje op Oud-Hollands, dus je denkt heel vaak dat het met CK is en de Griekse ei en... Van jou, van, is dat met een F? Er zijn sommige dingen gebeurd die ik niet zou hebben gekozen. Hier zijn een V. En hier. Hier zijn een V. Ik zou van wel met een V hebben geschreven, maar Joep, die zijn volgens mij het wel met een F. Dit is het enige woord dat ik zeker weet, dat is namelijk zo. Ik ben wel eens in Zuid-Afrika geweest en dan leer je ook weer wat woorden en zo. En dan, ja, ik moet altijd lachen. Aan de ene kant heeft het een enorme schoonheid qua klanken en aan de andere kant is het gewoon een kleutertaaltje. Ik vind dat onlogisch qua ruimschema. Oh ja. Oké. Okay. Maar goed. Nee, je hebt helemaal gelijk. Oké. Okay. Ah, ja. Nou, het is wat het is. Ja. Uiteindelijk hebben Caroline, Joep en Paulien natuurlijk alle gedichten samengevoegd tot 1 perfect gedicht. En toen kregen wij de mogelijkheid om daar geld mee te verdienen. Hoeveel fouten denken jullie dat ze gemaakt hebben? 0 tot 15 fouten. €2000 voor de pot. 16 tot 25 fouten. €1000 voor de pot. 26 tot 46 fouten. €500 voor de pot. Caroline, Paulien en Joep die hadden het dicté geschreven. En de overige kandidaten moesten zeg maar inschatten hoeveel fouten zij hadden gemaakt in het dicté. Zet slim in, want als ze meer fouten hebben gemaakt dan jullie inschatten, verdien je niks.
Ik denk dat we voor de midden ook niet gaan. Er zijn 92 woorden, dus 92 fouten kunnen we gemaakt. Ik zei midden, Kees zei midden, Sarayda zei midden. Iedereen zei midden. Ik denk echt in het midden. Uiteindelijk besloot de groep van, nou, we gaan in die middenmoot zitten. Dat was ook het meest logisch, vond ik ook het meest logisch. En toen heb ik echt in een seconde gedacht van, ja, maar ik wil weten wie de mol is. Dus als ik nu een beetje ga fucken, dan kan ik kijken wie daar meteen in meegaat. En dat zou dan de mol kunnen zijn. Ik denk dat er heel veel fouten zijn gemaakt. Ja, niet omdat zij niet goed zijn hoor, maar omdat het gewoon... Om alles goed te doen is gewoon heel moeilijk. Ja, okay. Ik ben het eigenlijk wel... Omdat, ja, ik, dan weten tenminste zeker dat we wat geld binnenhalen. Maar dat spreekt wel weinig vertrouwen vanuit. Ja, maar nou en. Dat is enigszins veilig. En dan heb je nog wel van je binnen goed geld bedragen. Ik wil nu een antwoord hebben. Tim. Tim. Jezus. We kiezen voor, de laatste optie. 500 euro. Ja. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou heb ik het niet hard genoeg geroepen of zo, dat ik dan de midden wou. Alles gebeurt zo snel. Ik denk van, En toen zeiden we, ja, oké, dat is het dan. We gaan het gedicht nakijken. Ja. Ik weet zeker dat we voor die 1000 hadden. De eerste regel. Eén fout. Gedink. En gedenk. Wow. De volgende regel. Nul fouten. Fuck. Oh shit. De volgende regel. Ik zei het toch. Twee fouten. Dus in totaal hebben jullie nu 3 fouten. Na 3 regels. Oh, verdomme. Echt. De volgende. 0 fouten. Nou, ik word helemaal gek nu. Ik word gewoon helemaal gek. Ja. De volgende regel. Er zitten 3 fouten in. Trilling, van en hand. Dus we zitten op 6 fouten. De volgende. 1 foutje. Over. Weet je hoe goed dit is? Wat 7 fouten in totaal. Gewoon in een andere taal. De volgende regel. 3 fouten. Gedink, vuur en brand. 10 fouten. Hoeveel is er nou? 10. De volgende regel. 4 fouten. Het, soos, boog en van. De volgende. 5 fouten. Is, ons, leeuwens, soos en lied. Dat is eigenlijk bijna alles. De volgende regel. 3 fouten. Oké, zitten we goed. Nu zitten we op. 22 fouten hebben jullie nu. Maar het gedicht is bijna klaar. Dus eens even kijken in de volgende regel. 1 foutje. Oh. Vreugde. 23 fouten zitten jullie nu op. Oké, dus nu nog 3 fouten. In de laatste regel hebben jullie 2 fouten. Oh, ons en eenzaamheid. 25 fouten hebben jullie gemaakt. Verdomme. Dan hadden jullie 1000 euro mee kunnen verdienen. X. Ja, jongens, 1 foutje. Hier kan je één echt fout. Meer dan 1 fout verschil. Dit is gewoon wat er kan gebeuren. Okay. Ja, maar ik vind het ook niet, jammer. Dan denk je van, ja, oké, dan kan je altijd denken van, oké, dan heb je maar die 500. Maar die 500 had je al. Dus zet gewoon op middenin. Waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Waarom heeft hij ook zo duidelijk de leiding genomen? 500 euro heb ik. Het had 2 keer zoveel kunnen zijn, maar het is gewoon niet onaardig, dit. Voor de penningmeester? Naar mijn gevoel had het wel ietsje meer kunnen zijn. Dus ik weet niet, ik heb het gevoel dat daar een beetje gemold werd. Alsjeblieft. Ik vertrouw helemaal niemand. Echt totaal niet meer. Maar ik moet toenadering zoeken tot mijn medekandidaten. Want anders kom ik er echt niet uit. Weet je, ik heb een verbond met 2 mensen die dan helaas eerder waren dan jij. Ja. Maar die verbond, die heb ik voor 2 dagen. Ja. Maar dus over 2 dagen kan ik je vragen? Ja. Ah, dat meen je niet. Oké. Okay. Ja, maar dan moet ik, want als het met jou zou zijn, zou je dat ook ons verbond respecteren. Ja. Het is een soort spinnenweb dat steeds dichter wordt. Dat steeds raarder wordt, steeds vreemder. En wat voor de sfeer in de groep bepalend is. Want als jij lekker hebt zitten praten net met 1 persoon en die persoon staat vervolgens een half uur met iemand anders zo te praten, dan denk je... Paulien? Mm-hmm. Caroline en Joep. Zit niet bij. Zit hij niet bij? Oké. Okay. Dat was het. Nou, ik zie je over 2 dagen. Zeker. Vertrouwen in dit spel is echt van hele korte duur. Zoals ooit een vorige kandidaat heeft gezegd, Horace Cohen. You can
trust no one. Wij zijn met z'n drieën zo naïef om elkaar te vertrouwen. Nou, zolang het duurt. Zolang het duurt. Ik zorg. Nou, vooralsnog wel. Er zitten nu nog 9 mensen in het spel. Ik vind het prettig om 2 mensen in ieder geval te kunnen vertrouwen. Oké. Ik ook. En wat is er met Joep gebeurd in dit plaatje? Ja, wat mij betreft niet zo heel veel. Nee, wat mij betreft ook niet. En wat het ding is met Joep, is die speelt wel net een ander spel. Ik weet dat hij verdenkingen opwerpt die hij echt zelf absoluut niet verdenkt. Caroline is heel strategisch. Dus die benoemt alles wel in termen van verbond en van wij delen dit nu met elkaar, maar niet met anderen. En weet ik veel. En dat vind ik, daar vind ik een beetje lastig. Kom ik even erbij zitten? Ja, kom maar. Ik deel mijn verdenkingen met Pauline en met Caroline. Iets minder met Joep. Heb je wel een lijstje van 3 of 4 vanmorgen? Nee, ik heb er 9 nu. We hebben nog niet aan elkaar laten weten wie we verdenken. Ik heb 4 of 5. Terwijl ik eigenlijk vind, volgens mij is dat de next step in onze pact. Dat we dat een beetje gaan delen. En gaan we daar iets mee doen? Delen? Ja, ik denk dat we dat al weten. We voelen het toch wel aan. Ik denk niet dat we het per se uit hoeven spreken. Vooralsnog blijft het verbond wel bestaan omdat het een soort zekerheid geeft als je geen enkel idee hebt wie het is. En je kan een beetje overleggen met elkaar, maar het zegt in principe niks. Het kan net zo goed zijn dat de mol in mijn verbondje zit en dan heb ik het gewoon niet doorgehad. We staan op wat ze hier een mine dump noemen. Grond die uit een goudmijn hier in de regio kwam, die moest ergens gedumpt worden. En zo zijn dit soort heuvels ontstaan. Goud gaan jullie hier waarschijnlijk niet meer vinden. Evenmin als jokers. Ik begrijp dat er gisteren 4 gepakt zijn trouwens. Knap gedaan. Geld ligt hier wel. Op 9 verschillende plekken en jullie krijgen een half uur om het geld te vinden. Het is niet zo makkelijk, want er zijn jagers. En die proberen jullie uit te schakelen. Dus pas goed op. Maar let ook op je medekandidaten. Want dit is de laatste opdracht voordat de tweede van jullie naar huis moet. We waren vandaag op een super vette locatie. Echt een super groot veld. En er lagen allemaal envelopjes met geld. De bedoeling was dat wij die gingen halen. En dat moest vanuit een tent. En in die tent hadden we 2 van de tablets. En daar kon je zien waar het geld lag en hoe iemand bewoog. Wie wil er als eerste? Wie wil er als eerste? Ik wil er als eerste. Ik wil ook als eerste. Ik wil eerst even kijken hoe het jullie... Gaan jullie met z'n 2 als eerste? Nou, ik vond het allemaal heel spannend. Want ik dacht, nou wauw. Ik ben nooit achtervolgd door mensen met een geweer. In ieder geval niet in Gouda. Nee. Nee. Ik loop, jongens. Kees, luister, je loopt de verkeerde kant op. De andere kant op gaan lopen. Een lichte bocht naar rechts. De kandidaten die in de tent stonden, konden precies zien waar de kandidaten zich bevonden in het veld. Kees, voor dit, je moet meer naar rechts. Je loopt terug naar links. Caroline, loop je goed? Je loopt de verkeerde kant op. Kom terug en ga de andere kant op. Over. Ik mocht als eerste vertrekken. Nou, ik was nog geen 100 meter ver en ik zag al een kwad. Ze zijn op kwads, Joep. Ze zijn op kwads. Kom snel terug. Gelijk weer terug. De verfkogels die vloggen om mijn oren. En ik was weer terug zonder een envelop. Blijf zo lopen. Kees, je hoeft niet helemaal te verdrijven. Kom maar, want ze komen al dichtbij. Iemand moet Kees achter de grond uit. Snel. Daniel, ga naar rechts. Wow, dat is een vriend. Kees ging er wel voor. Dat was wel goed om te zien. Ik wil niet dat ik hem als verdachte zie of zo, maar hij blijft gewoon die enthousiaste gast die dingen doet. Dus dat is voor mij fijn. Dan hoef ik geen rekening met hem te houden. Daniel, ren rechtdoor. Je bent over een paar meter bij het punt. Over. Toen had ik Daniel en Daniel is een soort hazenwind. Die rent. Ik heb hem voorop. Daniel, heel goed. Ren door naar het volgende punt. Op het moment dat je
voet buiten die tent zette, voelde je echt alsof, oké, dit is oorlog en ik mag niet neergeschoten worden. Ik was zelfs een beetje bang. Oh, ik zie jagers! Kom terug, ik zie jagers! Rijden, je moet, als je nu naar rechts gaat, dan ben je er vlakbij eentje. Nee, sorry, je moet daar... Toen ik die gasten op me af zag komen op die squads die op mij begonnen te schieten, toen vergat ik voor een seconde, eigenlijk meer dan een seconde, dat ik in een spel zat. Daniel, jongens, er moeten er drie. Over. Daniel, hoor je mij? Ga links uit de flank. Over. Ik zie het al. Goed zo, Daniel. Ga naar dat punt. Over. Ik heb heel veel geld opgehaald. Ik heb bij elkaar 750 euro voor in de pot heb ik opgehaald. Daarna ben ik als een idioot ben ik weer terug gaan rennen. Ik was samen met Tim en dat voelde wel echt wel weer een beetje zoals vroeger, dat het dan een verstoppertje deden in de buurt. En hij zorgde er elke keer voor dat ik me op tijd verstopte, want ik ben dan toch een beetje een kip zonder kop. Wacht, hier. Ik heel veel rechts en daar. Het kan dus wel, weet je wel. Ook al is het eerst lastig, maar je moet gewoon, weet je wel, in etappes naar het geld toe. Heeft hij wat? Hij heeft wat. Ik verdacht Daniel. En nu er een soort van die soort jongensopdrachten zijn, is hij ineens, staat hij aan of zo? 650 euro. Oké, hij heeft twee enveloppen gepakt met in totaal 750 euro. Daniel gaat mee als afleiding. Okay. Komen. Ik ben niet een sprinter, nog een lange afstandsrenner. Maar ik kan wel zo van, hallo, hier, neem mij. En dat iemand anders dan het rennen is. Dus dat deed ik met Joep. Tanja is niet heel erg snel. Dus die kwads die eraan kwam, die gingen gelijk achter mij houden. Ik dacht, ja, achter Tanja hoef je niet aan te gaan. Maar ik kwam erachter dat als je bij de bomen was, dan kon ze je gewoon niet raken. Oké, dit gaat heel erg goed. Kees, ren. Die bomen rijden daar naartoe, daar is het geld. Snel naar dat geld gaan, daar ben je veilig. Karin, waar is het geldpunt? Is Joep? Hier naar links. Daar in de bomenrij zit het. Goed zo, Kees. Kees, heel goed gedaan. Oké, nu doorrennen. Diezelfde richting. Nee, kom maar terug. Oh nee. De tweede keer dat ik het veld inging, had ik Caroline aan de porto. Verstop je en kom zo snel mogelijk terug naar het kamp. Ze was een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje warrig. Caroline, is het veilig voor mij? Kan ik nu over? Ik heb namelijk geld. Ja, meer naar rechts. Pauline, meer naar rechts. Naar rechts, ja, en dan doorlopen. Die houden, die aanhouden. Die... Caroline. Kees voor Caroline. Caroline, kan ik nu lopen? Ik ben namelijk Kees, en ik moet naar de tent. Ik heb geld. Kan ik nu? Is het veilig? Ja. Over. Lopen. Kees, je kan lopen nu. Het is veilig. Over. Ja, ik vond het heel leuk. Ik was alleen wel echt bezig om te kijken wie er aan het mollen was. En dat frustreerde me een beetje dat niemand dat aan het doen was. Ik kom nu terug. Dit is Tony, wat moet ik doen? Zoek een plek op waar je kan... Houden, want er komt een kwad aan. Dat vond ik doodeng. Ik dacht gewoon, hier zitten mensen met een oorlogsverleden iets uit te venten op mij. Dat dacht ik. Tot ik op een gegeven moment geraakt werd in mijn been. Of in mijn been. Een beetje dramatisch. Op mijn been. Het deed pijn. Weet je. Iedereen was dus met het spel bezig. Maar het geld waren we niet mee bezig. Het was gewoon, die envelopjes kwamen en die gingen tussen die iPads die daar stonden. Die waren niet mee bezig. We hadden een half uur en dan hup, volgende uit. Hier is de porto, ga naar die kant. Die hebben we nog niet gehad. Iedereen was dus met het spel bezig. Ga nu naar dat bosje. Maar de enveloppen met geld, die lagen op het tafeltje. En een paar enveloppen waren opengemaakt. Ik begreep helemaal niet waarom. Dat had net zo goed achteraf gekund. Dus ik heb snel het geld gepakt. Ja. Hoeveel enveloppen hebben we nu binnen? Hoeveel? Ik heb het idee dat ze hebben. Ik heb het allemaal. Jullie al een ga ik ze Hij
Uiteindelijk ben ik met Tim als laatste gegaan om een heel ver punt op te zoeken waar nog geld zou liggen. Ja, ja, ja. Tim heeft met een soort karate kid trap heeft hij die paal zo gebroken. Had geld gepakt en toen zijn we weer teruggerend. Hier zijn ze al! Jezus! Wow! Ik vind het zo moeilijk, want de personen die ik eigenlijk als hoofdverdachte had aangemerkt, Joep, twijfelgeval, Daniel sowieso en Kees, die hebben alle drie geld binnengebracht. Dus dat mijn hele wereldbeeld is gewoon verschoven. Vijf, zes. Zes. Zo. Hoe gaat het? Niet goed. Nee? Zou ik de enveloppen even mogen zien? Zes enveloppen heb je. Eén. Ja. Twee, daar wordt het gek in. Het leek je gewoon niet allemaal. Nee, maar ik krijg het niet in mijn handen gedrukt, jongens. Deze is nog. Er waren een aantal enveloppen toen ze terug werden gebracht naar het kamp die al geopend waren. Maar het is niet helemaal duidelijk wie die heeft geopend en hoe ze zijn geopend en of dat überhaupt de bedoeling was. Dus het kan best zijn, ik heb dat niet gezien, dat er iemand is teruggekomen met een open envelop waar bijvoorbeeld 100 euro in zat, terwijl er misschien wel 700 euro in had gezeten. 250, 350, 450. Dit is 700, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750 euro. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. We hebben vandaag als een team gewerkt, maar ik heb er niet echt een goed gevoel bij, toch? Gewoon puur omdat gewoon een paar mensen echt een beetje zag mollen. Eén raadje voor Aart. Ja. Wow. Daniel heeft twee enveloppen binnengebracht. 450 euro, dat is dit. 250, 200. Vervolgens had hij nog een envelop met 300. Drie briefjes van 100, leg ik neer. Dan hou ik nog 250, 250 en 500 over. Er zijn nog vier enveloppen zijn er over nu. Daar moet dit geld ingezeten hebben. Dus één briefje van 500, dat zit in een envelop. Vervolgens heb ik nog twee briefjes over voor drie enveloppen. Dat kan niet. Dus als Daniel zegt, als dat klopt wat hij zegt, die 750 euro, hij heeft vandaag twee enveloppen binnengebracht, dus hij heeft heel veel geld binnengebracht, dus ik verdenk hem niet. Als dat klopt, dan is er dus ook echt geld gestolen. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol, die hoeft nooit naar huis. Niemand weet dat ik ze heb. Hoeft ook niet. Maar oh, wat ben ik er trots op. Joker, dat betekent sowieso dat als je een vraag verkeerd beantwoordt bij de test, dat één van die vragen goed wordt gekeurd. Als je bijvoorbeeld 10 foute antwoorden hebt en je hebt 2 jokers, dan worden er maar 8 foute antwoorden gerekend. Ik verdenk Kees gewoon een beetje op een gevoel wat ik heb. Dat ik denk, hoe slim zou het zijn om dit jaar een mol te doen waarvan je gewoon nooit denkt dat hij de mol zou zijn? Ik kan hem niet peilen. Ik denk ook dat hij zich minder slim voordoet dan hij is. En dat zou natuurlijk een fantastische cover voor de mol zijn. Dit moment om mol is moeilijk te zeggen. Al denk ik wel dat Janine, Pauline maken zichzelf wel verdacht. Nou, ik denk dat Janine de mol niet is. Paulien denk ik dat het ook niet is. Joep is denk ik niet de mol. Ik ben niet de mol. Ik verdenk Tania nu het meest. Dat heeft een beetje te maken met het idee van follow the money. Caroline heeft behoorlijk dat geld binnengebracht. Tim heeft geld binnengebracht. Kees heeft geld binnengebracht. Paulien, ja, op de een manier. Geloof ik gewoon niet dat Paulien de mol kan zijn. En als ze wel de mol is, dan is ze echt briljant. De mol is Tim. Janine. Tim. Janine. Janine, Paulien, Caroline, Tim. Jullie hadden de vorige keer een vrijstelling. Dus dit was de eerste test die jullie moesten maken. Hopelijk is het niet meteen de laatste. Caroline? Ja.
Caroline. Vrijstellingen van vorige keer. De penningmeester, Joep. Vond ik echt heel erg naar, want ik had het gevoel dat Joep echt een beetje mij begreep. Oké, wie was de tweede? Ik had dat niet verwacht. Ik had hem met al zijn matrixen, schema's, verschillende schriften, had ik hem echt meer gegund. Wie was de... Joep, dat was tof. Je bent geweldig. Oh, dat vind ik echt niet oké. Okay. Ja. En hij was van zij ook. Ja. Ja. Van wie schrijven wij alle informatie op de van Joep? Het is gebeurd. Ja, ik heb toch te weinig gespreid. En ik had een goede theorie en ik had daar goede argumenten voor. Dus dan kom je toch in een soort tunnelvisie. En dan ga je daar alles bevestigend laten worden. En dan denk je, ja, het moet gewoon zo zijn. Echt op één persoon allemaal gezet dan, denk ik. Ik denk het. En hij heeft niet gezegd wie, hè? Nee. Ja. Je had het nog wel zo naar je ziet vandaag. Ja, als een jongetje van 10 heb ik die wedstrijd gedaan, ja. Hij vond het geweldig. Ik had Joep niet verwacht ook. Nee. Die was zo strategisch, ja. En die schreef alles op. Excelsior, handgemaakt Excelsior. Ja. Met wat voor gevoel ga je naar huis? Nou ja, ik ga naar huis met het gevoel van kut, ik had langer willen blijven. Nou ja, zo is het bij mij. Dus, Goeie reis. Ja. Het was mooi dat je erbij was. Ja. Je mag die kant op. Ja. Een aanzichtkaart die God zelf heeft geschapen. Prachtig mooi. Ons even eerst begeleiden. Tania, het is belangrijk dat jij helpt in je mond houdt. En er ontstaat een soort mini-Vietnam op die boot. Niet naar beneden kijken. Het gaat vooral om de leeuw. De leeuw, de giraf en de neushoorn. Misschien moet je ze maar niet openmaken. Misschien. Kijk nu naar Moltalk op live.avro.nl. En luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2. Daar is Joep de gast.